Ode Tobias, nieuwe assistenttrainer bij Sparta. Gaat Jong Sparta ook doen. Waarom heb jij voor deze club gekozen? De uitdaging om bij het eerste te zijn en het belofte team uitkomen in de tweede divisie. Ja, voor mij een mooie stap. En ja, bij een mooie club terechtgekomen. En ja, voor mijn eigen ontwikkeling ook. Je zegt voor mij een mooie stap. Kun je eens vertellen wat je in de afgelopen jaren op trainersgebied hebt gedaan? Ik heb afgelopen jaar bij NAC gezeten. Onder 19 aan het belofte team gehad. En het jaar daarvoor heb ik bij Excelsior gezeten. Ook als individueel trainer toen ik promoveerde naar de Eredivisie. Daarvoor bij Roda gezeten. Ook jeugd gehad onder 17, onder 19. Dus, en nu echt seniorenvoetbal, maar nog steeds met focus op het opleiden met de tweede elftal of met jong Sparta. En ja, nogmaals uitkomen in de tweede divisie, dus het is een hele leuke uitdaging. Ik denk ook dat het dan een belangrijke rol speelt met wie je moet gaan werken. Hè? Alex Pastoor is hier de hoofdtrainer, een goede klik met hem ook? Ja, ik ken Alex van vroeger natuurlijk, van onze tijd bij Heerenveen, maar dat is inmiddels ook heel veel jaren terug. Dan kom je wel elkaar tegen, af en toe ergens langs de velden. En ja, in één keer kreeg ik een bericht of ik interesse had om hier trainer te worden, omdat Rietje dan ging stoppen. En heb ik ja gezegd. Ja. Met Jong Sparta in de tweede divisie dus, dat wordt een heel nieuw avontuur voor iedereen een beetje. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, ik moet eerst even de kwaliteit van onszelf leren kennen. Er wordt natuurlijk een jong groep. Jonge spelers die je moet opleiden naar het 1 toe. In combinatie met spelers van 1 die minuten moet maken. Ja, dat wordt een heel zwaar seizoen, verwacht ik. Maar nogmaals, ja, ik verheug me. En dan zien we wel waar we staan. Maar in ieder geval, het is een hele mooie. En er wordt een zwaar competitie met ja, de beste amateurteams van Nederland. Dus nogmaals een hele leuke uitdaging. We zagen vandaag een hele grote groep op de eerste training. Hoe gaat dat in het komende seizoen uitzien? Ga jij apart trainen met die Jong Sparta groep of blijft dat zo'n grote groep? Nee, we gaan het af en toe ook opsplitsen. Ook met krachttrainingen, tactische trainingen. Dat doe je met de eigen groep. Want met zoveel man op één veld, ja, dat kan af en toe. Maar tijdens het hele seizoen niet. Dan worden we inderdaad opgesplitst in twee groepjes. Gewoon in één en jong Sparta. En dan, ja, dan kijken we iedere keer van wanneer kunnen we met z'n allen trainen. Wanneer moeten we het opsplitsen. En dat hangt ook een beetje af van het speelschema van de tweede divisie. Dat weten we ook nog niet welke dagen we gaan spelen. Het kan zijn dat we soms wel op dezelfde dag moeten spelen. Dus dan heb je wel een grote groep nodig. Sommige dagen moet je zaterdag en zondag spelen. Dus daar hangt het ook vanaf hoe we gaan trainen. Ja, want dat is natuurlijk ook altijd een beetje het probleem van een belofteteam. Als die momenten er gaan komen dat je op dezelfde momenten speelt of dat het met elkaar bijt, dan wordt Jong Sparta daar altijd een slachtoffer van. Je kwaliteit misschien wel. Maar ja, nogmaals, dan krijgen nog meer jonge jongens de kans om zich te ontwikkelen op zo'n hoog niveau eigenlijk. Dat is toch anders dan in onder 19 te voetballen. En, ja, en dat, daarom hebben we ook ingeschreven voor de tweede divisie. En nogmaals, knap dat ze überhaupt geplaatst zijn voor de tweede divisie. En, maar alleen maar goed voor de ontwikkeling van de spelers. Ze komen tegen de beste amateurspelers te spelen. En ja, dan word je alleen maar beter van. Je wordt nog meer uitgedaagd. En het tempo ligt nog een stukje hoger. En dan mag ook het stap makkelijker richting 1 toe. Ja, heel mooi. Met Sparta 1 nu toewerken naar de competitiestart tegen Ajax. Dat is een leuke, hè? Ja, dat is altijd apart tegen een van je oude werkgevers. Maar nogmaals, tegen wie we ook moeten spelen. Ja, die worden toch op dezelfde manier aangepakt. Maar ja, nogmaals, het blijft natuurlijk wel speciaal omdat het tegen een oude werkgever is.